binnen GMB kijken ze wat jij fijn vindt en wat je in een functie wil. Wat je al kan en wat je groeimogelijkheden zijn. En daarop wordt je functie ingericht. Ik werk sinds juli 2021 bij GMB als procescoördinator. En dat is mijn eerste baan sinds mijn opleiding Technische Bedrijfskunde. Als procescoördinator hou ik me voornamelijk bezig met de processen binnen het project. En ik focus me op dit moment voornamelijk op de risicobeheersing binnen het project. Nou ja, ik ben natuurlijk nieuw binnengekomen na mijn opleiding. En het is transparant naar mijn collega's aangeven, die weten het dus ook. En die nemen mij mee in de processen van een project, zodat ik dit allemaal te weten kom en dit leer kennen. Ik zit op meerdere projecten. Deze spelen zich af in verschillende fases, zoals het bouwteam, maar ook de uitvoering. Hierdoor leer ik het meeste en weet ik precies hoe dat een project loopt. Geen enkele dag is hetzelfde. Ik heb verschillende dagen in de week gepland voor projecten. Ik heb heel veel overleg met collega's om risico's te updaten, nieuwe risico's bij te werken. En zo verschilt het eigenlijk elke dag. Ik werk met plezier bij GMB, omdat ik het eigenlijk een heel leuk en gezellig bedrijf vind. Ik ben meegenomen omdat ik nieuw ben in alle processen. Ik heb heel veel kunnen leren en nog steeds kan ik heel veel groeien. Daarnaast is de mogelijkheid en de vrijheid om op meerdere locaties binnen GMB te kunnen kijken.